Weet je wat echt goed werkt als je witte sneakers hebt? Om een beetje bleekwater op je doekje te doen. En daarmee je schoen schoon. Brandt een gat in je doek. Nee. Bleek? Bleek, gewoon bij de wc. Chlorix, waar je de wc mee schoonmaakt. Oh, ik doe ze gewoon in de pot altijd. En doorspoelen maar. Jantje die gaat naar school met de bus. Hè? En die loopt naar de bus en die kiest een plek vlak achter de buschauffeur. Zodra ze vertrekken begint Jantje te roepen. Al was mijn mama een koe en mijn papa een stier, dan was ik een lief kalfje. De chauffeur die rijdt gewoon door. En ik zeg hij, al was mijn papa een hengst en mijn moeder een merrie, dan was ik een lief kleine pony. De chauffeur denkt, nou ja, laat me lullen. Dan zegt hij, al was mijn papa een olifant en mijn mama ook, dan was ik een lief baby-olifantje. En hij gaat maar door met allemaal diersoorten. En die chauffeur die wordt er helemaal gek van. Die wordt boos en die zegt, en wat zou je zijn als jouw mama een vieze rothoer was en je papa een afgeneukte zwerver? Waarop hij zegt, nou was ik nu buschauffeur geweest. Ja, je hoort hem natuurlijk normaal gesproken alleen maar over de Engelbewaarder zingen. Ja, dat vind ik zo'n goede plaat. Ja, geweldig liedje. Maar het is inderdaad Marco Schuitmaker. Nou, en we gaan. Er is gedraaid en we gaan. En Marco Lemmer, ja, hij doet het gewoon weer. Ze zeggen wel eens gouden pik. Jezus, wat een gouden pik is dit, zeg. Jeetje. Hey, hallo. Oh. Ilse, weet je nog dat ze vroeger zei, Timmertje, wat doe je nu? Maar het is van Balertje, wat doe je nu, man? Je wint 50 euro. Hey, gekkigheid. Je wint 538 euro! Laten we de lamp aan of doen we die uit? Ja, alles in donker. Alles in donker? Ja, pikken donker. Florentien? Nou, als die uitstaat, laat ik hem uit. Maar als die aanstaat, laat ik hem aan. Met Angela. Dag Angela. Goedemorgen. Wat doen we? Doen we het licht aan of uit? Een kaarsje aan. Oh, jij bent van het kaarsje. Romantisch, hoor. Ja, meestal dan douchen we samen. En dan hij gaat als eerste uit. En dan kom ik... Ja. Jij imiteerde Joël natuurlijk. Joel. Hi, I'm Joe Corey. Leuk, hè? Dat was een goede imitatie. Ja. Maar we hebben vandaag moet je Afrojack moet je in de gaten houden. Yo, check. Mijn naam is Afrojack. Ik kreeg een mailtje, dat was verkeerd gestuurd. Dat gebeurt wel eens, weet je, in de snelheid of wat dan ook. Ja. En daar stond in Masked Singer, daar stonden alle kandidaten bij. En welk personage ze zouden gaan doen in het nieuwe seizoen. Ja. Dus ik heb dat hier geroepen. Dat, en ik had gisteren de vraag... Zeepaard. Zeepaard, glitterbal. Bij RTL en bij die productiemaatschappij, daar zijn ze helemaal gek geworden. Oh. Rode vlag hezen. Rode vlag, ga hier achteraan, detective erop, de hele mikmak. En ik word dus gisteren gebeld, onbekend nummer 035. Ik denk, ik neem op en ik krijg de secretaresse van Peter. Volgens mij dan denk ik met Peter van der Voorst. De grote hoge baas van RTL. Hij zegt, wie hebben we dat gehad? Ik zeg, ja, dat ga ik niet zeggen, Peter. Nee. Dat, je houdt je bronnen natuurlijk geheim. Maar je had wel gezegd L. Ikink, toch? Ja, L. Ikink.